Dit is de veerdienst Vlissingen-Breskens. Bij laag water liepen de stijgers van de veerboot aan de grond. Baggerbedrijf De Boer werd door de provincie Zeeland gevraagd hier een creatieve oplossing voor te bedenken. De RZ maakt het mogelijk om het sediment dat door moeder natuur in de haven terecht is gekomen, er ook weer uit te krijgen. De RZ is uitgerust met een verlengde pijp, zodat ze tot wel 15 meter onder de stijgers kan komen. Hierdoor hoeven de stijgers en loopbruggen niet verplaatst te worden, waardoor de veerdienst niet gehinderd wordt. Onder hoge druk spuit de RZ water en lucht in het sediment, dat hierdoor vloeibaar wordt. De zwaartekracht zorgt ervoor dat het materiaal naar diepere gedeeltes zakt, waar het makkelijk meegenomen of verder geblazen kan worden. Eerst baggert een sleepopperzuiger van baggerbedrijf De Boer een buffergebied rondom de stijgers. Vervolgens steekt de RZ haar pijp in het slip en blaast het richting het buffergebied. Vanwege de krappe ruimte vereist dit een uiterst nauwkeurige plaatsbepaling, maar bovenal vakmanschap. Een ploegboot verspreidt aansluitend weer het slip naar diepere gedeeltes. Door een dagelijkse multibeam survey kan het baggerproces nauwkeurig worden gemonitord. De multibeam is speciaal gericht zodat zij ver onder de stijgers en op het taluut kan meten. De resultaten van de peilingen zijn real-time op de computers van de schepen zichtbaar, samen met het theoretisch model. De sleepopperzuiger komt in een later stadium weer terug om het slip op te zuigen en naar de verspreidingslocatie te transporteren, zodat het slip definitief uit de veerhaven van Breskens wordt verwijderd. Met dit resultaat kan de veerdienst weer jaren ongestoord gebruik maken van het afmeerponton. RZ is een ideale methode om moeilijk te bereiken gebieden te baggeren en is zeer geschikt voor provincies, gemeentes, havenschappen, Rijkswaterstaat en jachthavens.